De aangekondigde demonstratie van de groep Nederland in Verzet werd vrijdag verboden door burgemeester Bruls. Maar er was zondag toch een noodbevel van kracht uit vrees dat relzoekers toch het centrum van Nijmegen onveilig zouden gaan maken. Maar het bleef rustig in het centrum, mede dankzij enorme politieinzet. Die controleerde op alle toegangswegen naar de stad en begeleidde mensen de stad weer uit, waarvan vermoed werd dat ze gingen protesteren of relschoppen. Zo was er bijvoorbeeld ook een fuik en een controlepunt bij de Wiegenseweg. Daar werd een man gearresteerd met tientallen jerrycans met verf in zijn busje. Bij station Nijmegen stond de mobiele eenheid paraat. In de binnenstad waren nog veel meer politieagenten. En die kregen bij het in de gaten houden van de situatie hulp van een drone en van de marechaussee. In het centrum zijn in totaal meer dan 20 arrestaties verricht, maar het liep nergens echt uit de hand.